Destiny 2 Curse of Osiris is nu uit en ik ga je vertellen hoe je dichter in de buurt van level 335 komt. Ben je nog niet helemaal zover? No worries, ik doe ook meteen een algemene power level guide. Ook wanneer je de uitbreiding dus niet hebt, heb je wat aan deze guide. Wat blijkt, er is niet zoveel veranderd aan het power levelen. Ben je nog niet toe aan de uitbreiding, speel dan de singleplayer campaign uit, dan word je level 20. Vervolgens is het vooral ranken geblazen om naar de bekende bottleneck, die volgens mij nu 300 is, milestones te behalen. Laat de blauwe missies voor wat ze zijn, die ga je later goed kunnen gebruiken. Een tip voordat je de bottleneck hebt bereikt, deze symbolen staan voor de kistjes, waarmee je 3 tokens krijgt en snel rankt. Nog een tip, gooi geen blauwe of paarse scout rifles weg. Die ga je hard nodig hebben voor een exotic quest. Mocht je tegen de glimmer cap aantikken, koop dan alvast wat blauwe mods in de tower. Daar kun je geen genoeg van hebben en vanaf power level 280 kun je paarse mods mee aanschaffen waar je de laatste stap mee zet naar de power level cap. Mocht je Curse of Osiris hebben aangeschaft en de 300 niet hebben gehaald, dan is er goed nieuws. Je kunt namelijk engrams kopen in de tower die maximaal 300 zijn. Je kunt deze met legendary shards aanschaffen die je waarschijnlijk toch genoeg hebt. Daarna komt het power level in eerste instantie toch weer neer op het behalen van milestones. Rond wel even de main story af waar je in zo'n 4 uurtjes doorheen bent. Je doet het niet voor niks, je bent namelijk vrij snel level 25 op deze manier en krijgt armor dat net iets boven je power level zit. En je kunt een exotic oppikken in de tower. Het behalen van milestones kan als een klusje klinken, maar je kunt ze best snel behalen. Ik begin meestal met public events, speel vervolgens 4 à 5 potjes PvP en heb dan ook meteen de Clan XP milestone behaald. Vervolgens is het zaak om teammaten bij elkaar te trommelen voor Nightfall, The Raid en, terwijl ik er zelf niet aan begin, Trials of the Nine. Reden zelf is natuurlijk ook een geweldige, maar tijdrovende manier om een power level te stijgen. Probeer voor de reset op dinsdag zoveel mogelijk milestones te halen, want je krijgt er powerful gear voor. Join daarbij een clan, we hebben nog plek in onze 5e PC-only clan, zodat je engrams krijgt als iemand binnen de clan een bepaald doel bereikt. Het levert niet al te hoge gear op, maar je kan mazzel hebben. In de tussentijd is het vooral hopen dat je nog exotic engrams krijgt, die je op behoorlijk veel manieren kan verkrijgen. Oh ja, als je op PC speelt, join dan even onze Discord. Je kunt veel in je eentje doen in Destiny 2, maar het helpt als je lotgenoten hebt die je uit de brand kunnen helpen. Zelf wacht ik niet tot het laatste moment, maar het is toch verstandig om de blauwe missies te bewaren voor het moment dat je echt vast komt te zitten voor power level. Zeker als het gaat om je mainwapen dat achterloopt. Op Nessus en vooral EDC kun je namelijk exotic quests unlocken waarmee je een gegarandeerde exotic krijgt met een hoog power level. Daar komen ook de bewaarde scout rifles van pas, die je moet dismantelen als een van de stappen om de midden multitool te krijgen. Geloof mij maar, dat scheelt een hoop gedoe en levert de beste scout rifle van Destiny 2 en 1 op. Ik raad ook iedereen aan om met meerdere personages te spelen. De campaign is namelijk heel makkelijk te rushen. Zeker als je de Sparrow even overhevelt via de app. Bepaalde tank levels zijn zo in no time te voltooien en de laatste keer dat ik de campaign van Destiny 2 uitspeelde, deed ik dat in zo'n 5 uur. Vervolgens is het zaak om wapens met hoog power level en exotic gear die je bij Xur hebt gekocht over te hevelen, om in no time je power level te zien stijgen. Bedenk overigens wel dat je wapens kunt infusen, maar armor van een andere klasse kan je niet infusen. In Curse of Osiris is er nog een manier toegevoegd om een power level te stijgen en dat zijn de Heroic Avengers. Voltooi simpelweg de reeks die begint met de Avenger de Up and Up op Mercury en je speelt ze vrij bij Brother Vance. Maar daar kom ik op een latere masterclass op terug, waarbij ik ook dieper inga op de Raid Lair. Tot dan!